Nu zijn alle dingen van u, o God, alleen. Goedemorgen, kijkers, luisteraars. Ik groet u in de wonderbare naam van Jezus. Ik ben dominee Ingrid Nortan Uden en ik zal u deze week bedienen in de Hernhutte. We openen dit samen zijn. We danken de Heer voor deze nieuwe dag die Hij ons geschonken heeft. En Vader, we bidden dat U met ons wilt zijn ook op deze dag. We danken U voor Uw liefde, voor Uw goedheid, voor Uw trouw. Voor de genade aan ons geschonken dat we deze nieuwe dag mogen begroeten, kunnen begroeten. Omdat U ons daartoe het leven geschonken heeft. En we danken U daarvoor, Vader. Vader, we willen onszelf dan ook brengen bij U en vragen, Heer, om ons te reinigen naar geest, ziel en lichaam. We vragen, Heer, om ons de ogen te ontsluiten, de oren te ontsluiten, Heer, opdat wij mogen zien en mogen horen wat U ons wilt geven, wat U ons wilt schenken vanuit Uw woord op deze dag. Dank daarvoor, Vader. En we leggen deze samen zijn, want het is een samen zijn. Ook als we niet al samen zijn op één locatie, betekent het nog een samen zijn in de geest. En we leggen het in uw hand en we vragen om de leiding van uw geest. In Jezus' naam. Amen. De nacht vloot heen, het is elke dag. Er is blijdschap in mijn ziel. Mijn vrees is weg, Gods vrede woont daar. Er is vreugde in mijn ziel. Er is vreugde, hemelvreugde, hemelvreugde hier op aard. Te weten, Jezus mint op mij, is mij meer dan alles waard. Mijn tranen droogde Jezus' hand, er is vreugde in mijn smart. Ben pelgrim naar het hemelse land, doch met blijdschap in mijn hart. Er is vreugde, hemelvreugde, hemelvreugde hier op aard. Te weten, Jezus min. Ook mij is mij meer dan alles waard. Door Jezus' macht, door Hem alleen, kan ik overwinnaar zijn. En waar ik kom, ik jubel luid, ja, des Heilands bloed maakt rein. Er is vreugde, hemelvreugde, hemelvreugde hier op aard. Te weten, Jezus mint op mij, is mij meer dan alles waard. De dagwoorden voor deze dag. Het is vandaag de 7e zondag na Trinitatis. En het woord voor deze week is gehaald uit Efeze 2, vers 19. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. En het dagwoord van vandaag is gehaald uit Psalm 24 en wel vers 1. Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen. En het leerwoord van vandaag is ook gehaald uit Efeze 2 vers 19. Zo zijt gij geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. En het bijbehorend lied, ben hier een vreemdeling op weg naar huis. Deze aard is een woestijn, hier ben ik niet thuis. Vrees is aan alle kant, ik word dagelijks aangerand. Boven in het vaderhuis, daar ben ik thuis.
Tot zover de schriftwoorden. We zullen nu de schriftlezing met elkaar doen. We gaan dat samen lezen. En dat is uit Efeze hoofdstuk 2. Het gedeelte waaruit zowel het weekwoord als het dagwoord uitgehaald is. En dat is vanuit vers 11 tot en met 22. Bedenk daarom dat gij, die vroeger heidenen waart, naar het vlees en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die het werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij te dien tijde zonder Christus waart. Uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte. Zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans in Christus, Jezus, zijt gij die eertijds ver af waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, die de twee één gemaakt heeft en de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap weggebroken heeft. Doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft, om in zichzelf vredemakende de twee tot één nieuwe mens te scheppen en de twee tot één lichaam verbonden weder met God te verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die veraf waart en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide in Eén geest toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem was elk bouwwerk goed aaneensluitend op tot een tempel. Heilig in de Heere, in wie ook gij medegebouwd wordt tot één woonstede Gods in de geest. In dit gedeelte maakt Paulus ons duidelijk, als je verder begint aan het begin van hoofdstuk 2, dan laat hij zien
wat onze situatie was. En dan zegt hij dat wij dood waren door de zonde. Dan zijn we niet lichamelijk dood, maar wel geestelijk dood. En dat we vroeger gewandeld hebben zoals de Satan dat van ons vroeg. Hij heeft het hier in dit gedeelte over, naar de, overeenkomstig de loop van de wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht. Van de geest die werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. En we waren ongehoorzaam aan God. Maar, zegt hij, God heeft ons zo lief. Hij is zo bewogen met ons, dat hij alles gedaan heeft om ons weer te verzoenen met hem. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft dan ons levend gemaakt met Christus, doordat hij gestorven is om ons weer op te wekken uit de dood. Christus is voor ons gestorven, voor onze zonde, opdat wij door hem en met hem levend gemaakt worden. En dan zegt hij hier in dit gedeelte, dat we gelezen hebben, dan zegt hij, kijk hoe je vroeger was en kijk hoe je nu bent. En wat hij hier aanhaalt in dit gedeelte is ook heel erg belangrijk. Hij haalt iets heel moois aan. Hij zegt dat niemand zich op de borst kan slaan. Niemand kan zich op de borst slaan, want alles wat we hieruit verkregen hebben, is genade. Genade is eigenlijk dat je iets krijgt dat je niet verdiend hebt. Je hebt het tegenovergestelde verdiend, maar God geeft jou vanuit zijn liefde wat je niet verdiend hebt. Het loon van de zonde is de dood, maar in Christus geeft hij ons het eeuwig leven. Het tegenovergestelde van wat we verdiend hebben. En hij legt hier uit dat we vroeger waren, laat me direct vertellen, als de Bijbel spreekt over heidenen, dan zijn dat niet Joden. Wij hebben van dat woord heiden iets anders gemaakt, maar een heiden, daarmee wordt bedoeld een niet-Jood. En dan geeft hij aan dat er vijandschap was tussen ons, heidenen, niet-Joden, en de Joden. En dat kwam door allerlei inzettingen en verordeningen. Wij zijn gelovigen uit de heidenen, de niet-Joden. Maar je hebt aan de andere kant ook gelovigen uit de Joden. Laat mij dat heel duidelijk stellen, zodat we dat meenemen en vasthouden. En hij zegt wat er gebeurd is, is dat we doordat wij geen deel maakten, geen deel hadden aan het burgerrecht van hun, dat we leefden zonder God. Laat mij direct zeggen dat God een titel is. God, je hebt allerlei goden. God is een titel. Maar als hij praat over God, bedoelt hij de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat is de God die zowel wij als de Joden dienen. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar er was een scheiding. En wat was die scheiding? Hij heeft het over de tempel waar er een scheidmuur was. Nou moet u weten dat de tempel werd gebruikt om offers te brengen voor God. Om verzoening te brengen tussen God en mensen. En als de mensen dan gezondigd hadden en ze waren zich daarvan bewust, dan mochten ze een dier brengen. Dat brachten ze dan binnen op het tempelplein. En dan werd dat dier geslacht in hun plaats om de zonde te bedekken. De heidenen mochten daar niet binnenkomen. Er was, je moet je voorstellen, het tempelplein is ommuurd. En dan was er een, zeg maar een soort balkonnetje, net zoals je dat kan hebben aan je huis. Daar heb je een balkon, niemand kan binnenkomen, want je kan buiten het balkon blijven. Maar pas als ik je toestemming geef om binnen te komen, kun je binnenkomen. En zo was er dus een scheidingsmuur. Ze konden het tempelplein niet binnen, want daar hadden ze geen deel aan. Omdat er allerlei verordeningen waren om offers te brengen. Maar dat was voor de Joden en niet voor de niet-Joden. En dan zegt Paulus hier, God heeft,
pardon, Jezus heeft die scheidingsmuur verbroken. En hoe heeft hij dat verbroken? Hij heeft het verbroken in zijn lichaam, doordat hij het volmaakte offer geworden is aan het kruis. Waarin hij de zonde, de macht van de zonde verbroken heeft en waardoor wij vergeving kunnen ontvangen van onze zonde. We hoeven niet meer binnen te gaan op het tempelplein, dat hoeft niet meer te gebeuren, om offers te brengen. Wij zouden het niet kunnen, de Joden mochten het, wij niet, maar zowel wij als zij, zij die dichtbij waren en wij die ver af waren, zonder hoop, zonder God, wij beiden zijn samengevoegd in één lichaam. En dat komt door dat offer dat Jezus gebracht heeft. Door zijn bloed dat hij heeft uitgestort. Heeft hij ons gemaakt tot een eenheid. Want voor zowel voor hen als voor ons geldt hetzelfde. Dat in Christus Jezus wij verzoening hebben met God. Hij heeft het gehangen aan het kruis. Een verticale verbinding van God met de mens. En een horizontale verbinding van de mens met elkaar. In dit verband kan je zeggen van de Joden en de heidenen, verzoening met God. Maar ook verzoening tussen de Joden en de heidenen in één lichaam. Door één geest, de geest van God, die heilige geest die hij ons geeft om ons te leiden. En hij geeft het heel mooi weer. Hij zegt, want jullie heidenen, jullie konden zijn vreemdelingen. Je komt op bezoek. Als je komt in een land en je bent een vreemdeling, heb je aan niks, je hebt geen enkel recht daar. Je bent om te bezoeken en je gaat weer weg. Want je bent een vreemdeling. Maar je bent ook geen bijwoner. Want je zou kunnen wonen in dat land, maar rechteloos. Geen recht op niks. Bijwoner. Maar je kunt ook hebben burgerschap. Dan heb je recht, dezelfde rechten als de mensen in dat land. Je hebt het burgerrecht. En we kunnen zijn huisgenoten Gods. Kinderen van God. En dan heb je recht op alles. Alles wat hij heeft. Omdat hij jouw vader is. Het prachtige van dit gedeelte geeft aan de verzoening die Jezus gebracht heeft. Hij heeft het gebracht tussen de heidenen en de Joden. We kunnen het zeggen door de verbinding tussen zijn lichaam, de gemeente, met de Joden, zijn volk. Maar je kunt het ook bekijken op individuele basis. Wanneer ik Jezus erken, als het offer dat gebracht is voor mijn zonde, voor al mijn overtredingen. Wanneer ik erken en erken dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde en ik geloof in zijn naam en ik geef mijn leven, ik stel mijn leven open voor hem, dan word ik een kind van God. Dat zegt Gods woord ons in Johannes 1, vers 12 en 13. Dan word ik geboren uit God. En het is heel mooi, want dan zegt Efeze 1 vers 13, zegt dat toen ik tot geloof kwam, dat God mij een zekerheid gegeven heeft. Hij heeft me verzegeld met zijn geest. Vroeger werd er met zegelringen gewerkt en dan kreeg je dan werd zo'n zegelring gedrukt in datgene dat eigendom is. En iedereen kon zien, oh ja, dit is de eigendom van die of die op grond van het zegel dat daar gedrukt is. En God heeft ons zijn heilige geest gegeven als zegel. Opdat we weten dat we inderdaad kinderen zijn en dat we erfgenamen zijn, mede-erfgenamen van Christus. Want als God mijn vader is, dan ben ik ook erfgenaam van hem. Net zoals Jezus erfgenaam is, mag ik dat ook zijn. En dan heb ik de Heilige Geest. Waarvan Paulus hier zegt dat we in één geest gebracht zijn tot één lichaam. Dan woont de geest in mij. En dan mag ik een tempel zijn van God. Dan mag ik een tempel zijn van God doordat zijn geest in ons woont. En het prachtige is, het hoeft dus niet alleen de gemeente waar Gods geest moet wonen.
die een tempel moet zijn van hem, maar ook ik als mens, als individu, moet een tempel zijn van God. En wat zegt dit gedeelte in Efeze 2 ons? Dat God ons dan wil gebruiken om goede werken te doen en daardoor zijn naam te verheerlijken. Dus het gaat niet om onze goede werken, want wij willen dingen verdienen. Nee, we hebben niks verdiend, want het is genade. Maar door zijn genade mogen we voor hem goede daden doen. En mogen we opwassen, groeien tot een tempel van God. Tot lof en eer van hem. En we zijn dan geen vreemdelingen meer. Want we hebben deel aan wat Christus heeft volbracht. Zowel de niet-Jood als de Jood. We zijn geen vreemdelingen meer. Ook geen bijwoners. Maar we zijn huisgenoten Gods. Weet u, er is ook een misverstand dat voortgekomen is uit onder andere dit woord. Dat de christenen op een gegeven moment gedacht hebben van, oké, nu zijn wij het. En toen is de vervangingstheologie ontstaan. Maar als we kijken in Romeinen 11, dan weten we dat God zijn belofte houdt. Het is nog steeds zijn volk en hij heeft ons geënt daarin. En we mogen één zijn met hem, maar de sapstroom ontvangen we nog steeds van Christus. En laten wij ook in deze tijd ons daarvan bewust zijn. En laten wij dan ook als gelovigen weten dat wij moeten bidden voor Israël. En dat we niet meegaan met verkeerde stellingen. Want God zegt, wie Israël zegent, zal gezegend zijn. Maar wie vervloekt, zal vervloekt zijn. En wij zijn gemaakt tot één met hen. We zijn in één lichaam verbonden. Laten wij bidden voor hen. Laten we bidden voor hen. Laten we bidden voor onszelf. Laten we bidden voor de kerk, het lichaam van Christus. Dat we mogen opwassen als die woonsteden van God. Tot lof en eer van hem. En tot uitbreiding van zijn koninkrijk. En Jezus zelf is de hoeksteen. Hij is onze vrede. Hij bewerkt deze eenheid. Met de Vader, maar ook met elkander. We danken hem daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Zullen we in gebed gaan? Hemelse Vader, we danken u voor uw liefde. Die liefde die zo groot is, dat u zo bewogen bent met ons, dat u in uw liefde ons uw genade schenkt. Waarde God, u bent een goede God. U bent een barmhartige God. U bent een liefdevolle God. We eren u, we aanbidden u. We loven u, we prijzen u, Heer, want u bent waard om geloofd en geprezen te worden. U die bent de Allerhoogste. U die bent de Ik Ben, die nimmer verandert. We danken u. We eren u. We danken u voor de gave die u ons gegeven heeft. De beste gave die u ons kon geven. In Christus Jezus onze Heer. Door wie u vrede gemaakt heeft met ons. En niet alleen met ons. Maar u hebt ons deelgenoot gemaakt. Van alles wat u hebt, van de beloften, van alles hebt u ons deelgemaakt, Heere. Door ons tot één te maken, Heer, met uw volk. Dank daarvoor, Vader. Dank dat u de scheidsmuur doorbroken heeft. Datgene dat gedaan moest worden om vrede te maken met u. Dat Christus dat volbracht heeft in het offer op het kruishout van Golgotha. Hij is onze vrede. We danken u daarvoor, Vader. En Vader, we bidden op dit moment, Heere, dat we inderdaad onszelf openstellen voor hem. Dat we inderdaad hem die erkenning geven die hem toekomt, Heere. Opdat hij woning mag maken in ons. Heer, en we vragen, Heer, dat wij mogen opwassen als een tempel van hem. Tot lof en eer van hem. We bidden ook voor uw lichaam, de gemeente, Heer. Dat ook uw gemeente mag opwassen in hem.
Heer, tot lof en eer van Hem en tot uitbreiding van uw koninkrijk, Heer. Opdat inderdaad de goede werken die u voorbestemd heeft voor ons om te doen, dat die gedaan zullen worden. Tot lof en eer van u, want het gaat om u en u alleen. Dank, Heer Jezus, dat u bent de hoeksteen die alles aaneenhoudt, Heer. Die maakt dat het gebouw stevig in elkaar zit. Heer, we erkennen u, we aanvaarden u, we aanvaarden het offer dat u gebracht heeft, Heer Jezus. En wij willen ook persoonlijk zijn, een woonstede van u, een tempel van u. En we danken u daarvoor. Heer, ik bid ook voor Israël, uw volk. En u bent een God, Heer, die, u bent een verbondsgod die getrouw is en waarachtig. En het is nog steeds uw verbondsvolk waardoor u de wereld zegent. Want u zei, Heer, aan Abraham dat door hem de wereld, de volken gezegend zullen zijn. Heer, we bidden voor Israël. We bidden, Heer, dat ze ook dichter bij u mogen komen. We bidden, Heer, dat ze terug mogen keren waar ze nog niet teruggekeerd zijn, tot u als hun verbondsgod, Heer. En mogen erkennen dat u het bent van wie ze het te verwachten hebben, Heer. Waak over hen, Heer. Dat vragen we u in Jezus' naam. En help ons, Heer, opdat ook wij waakzaam mogen zijn als uw kinderen. En als uw lichaam, de gemeente. En uw genade, Heer, verder mogen uitdragen naar anderen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ziel, wees stil en kijk omhoog, want uit het stof van Golgotha, daar stijgt de roep op naar Gods troon. Niet om vergelding, niet om wraak, het is volbracht, God sluit mijn zaak, vergeving wint voor goed. Jezus spreekt voor mij. Mijn hart begrijpt dit wonder niet. Hij wast mij schoon van elke smet. Mijn schaamte doet hij zelf te niet. Van ketens vrij leef ik voor hem. Mijn schuld is groot. Wie nu nog tegen?
Ik ben dominee Ingrid Norton Uden en ik zal deze week verder gaan met u, met de morgenwijding. Maar ik wens u een heel gezegende zondag toe. En dat u ook op deze dag de Heer mag uitdragen als een tempel van Hem. In Jezus' naam. Tot morgen. God zegen.